De omroep is in Nederland altijd een heel gevoelig punt geweest, tot op de dag van vandaag. Hè? Want je weet, veel mensen denken dat de omroep links is. Ik lees ook vaak op de sociale media dat ik een goed betaalde propagandist van de NPO ben. Dames en heren, en ik moet u enorm teleurstellen als u uit deze branche, als u even luistert hiernaar en u hoort mij spreken. In jou. Ik word niet goed betaald door de NPO. Sterker nog, als u echt vlot rijk wil worden, zou ik u niet aanbevelen om een carrière bij de televisie te starten. Het aantal mensen wat echt glorieus betaald wordt bij de tv is vrij beperkt. U kunt wel eventueel een productiemaatschappij beginnen. Onze meest succesvolle televisiepersoonlijkheden zijn meestal mensen die matig betaald worden met het televisiewerk wat ze doen, maar die erin geslaagd zijn om hun eigen programma's te produceren of zelfs ook andere programma's te produceren. Kijk, daar kunt u aan verdienen. Ik geef u maar een tip. Maar is dat, waar komt het dan vandaan dat mensen denken dat die Van Rossum, oh, die zit daar bij de tv en die zit in de slimste en de Van Rossum? Ja, dat ken ik. Je hebt ook van die mensen die zo een beetje naast je komen staan en dan op zo'n lichte fluistertoon zeggen van die tv, dat schuift zeker wel lekker. Hè? Ja. En dan heb je ook nog een hele brigade die zegt van lekker en wij zeker ook wel. Hè? Ja, het is een soort van totaal onbegrip. Ze hebben een soort mythische wereld in hun hoofd van hoe het bij de televisie is. Ja, het heeft wel iets vermakelijks over zich natuurlijk. Maar nee, de NPO heeft ook niet een specifieke ideologische richting. Dat kun je met de beste wil van de wereld kun je dat niet voorstellen. Behalve in die zin dat daar, laten we zeggen, het programma, het idee dat je beter niet kunt laten vaccineren inderdaad niet populair is. Maar dat is heel goed te begrijpen natuurlijk. Ja. Maar als je op het Mediapark komt inderdaad, dat is niet, daar ga je niet voor je plezier naartoe. Als je er wel eens rondrijdt. Nee, dat is sowieso vreselijk natuurlijk. Daar is ook weinig nagedacht om het een beetje aantrekkelijk te maken. Het is ook een heel vervelend soort van parkeren. Dat moet ik erbij zeggen wat betreft uw verdenkingen ten aanzien van de NPO. Ik doe nooit iets voor de televisie als ik niet per taxi word opgehaald of per taxi word teruggebracht. Ik vind het wel een beetje het minimum wat je kunt. Wat nou, je zou nog naar John de Mol natuurlijk kunnen gaan. Daarvan zeggen ze. Ja, dat zou ik nog kunnen, ja. Maar John de Mol heeft mij wel eens gebeld. Ik heb dat verhaal wel eens verteld. Hij had een ontzettend leuk ideetje voor mij. En toen heb ik hem uitgelacht dat ik daar niet zoveel voor voelde. En toen zijn wij heel amicaal van elkaar gescheiden aan de telefoon. Ja. Hij had daar wel begrip voor mijn standpunt. Dus. Ja. Er zijn bepaalde presentatoren die beloont hij door zijn paard te geven. Hè? Dus die krijgen dan. Een paard. Nou moet ik je zeggen, dat voor mij zou het krijgen van een paard zo'n beetje de grootste straf zijn. Een beetje te vergelijken met dat afgesneden paardenhoofd in The Godfather. In The Godfather. Zoiets. Zelfs een levend paard zou ik niet. Ja, maar je kunt dan iets pakken wat binnen jouw interessegebied. Nee joh, ik heb helemaal geen ambities meer.